Vandaag staan we bij Changes om deze melkbus uit te reiken aan de huisjesmelker van het jaar in Amsterdam. Liften die stuk zijn, deuren die vanzelf open gaan. Zwervers kunnen gewoon lekker verblijven in het gebouw. Hier in Zuidoosten hebben ze lekker een 3 weken sabbatical gehad van geen internet. Daar komen we deze prijs aan jullie uitreiken. Via een telefoonnummer wat op internet. Ja. Oké, gaan we ze even bellen. Gaan we hier zitten? Goedendag, dit is de voicemail van 06. Uiteraard. Bewoners van Nieuw-West krijgen sowieso al langere tijd weinig tot geen contact met Changes. Momenteel worden de mails niet beantwoord. En wij moeten ons al een tijdje richten tot een andere beheerder als we iets gedaan willen krijgen. Er worden te veel servicekosten gerekend en die worden maar niet terugbetaald, ook wanneer daar een juridische uitspraak voor ligt. Als we verder willen filmen, moeten we buiten staan. Ik wil alleen jullie vordering naar buiten gaan. Dus bij deze vordering jullie op pad gelaten. Zou iemand van de directie... De bewoners willen ons te woord staan. Ja, want jullie zijn heel slecht bereikbaar. En jullie reageren niet op mails. Jullie nemen de telefoon niet op. Dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Wij staan hier met huurders en die vertellen toch wel een ander verhaal. En ze willen jullie heel graag... Ja, ze hebben geen tijd voor ons. Ze zijn te druk bezig met alle servicekosten terugboeken. Dus ja, helaas. Uit de bodem van mijn hart, ze hebben deze prijs echt verdiend. Je hoort het, Changes heeft deze prijs verdiend. Ze zijn de huisjesmelker van het jaar 2024 in Amsterdam. Dus gefeliciteerd.